Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 18 januari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is wederom best wel fris. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het buiten nu is. Ik zal het eens even nakijken. Het was hier 15,5 binnen. De buitentemperatuur is 4 graden. Dus dat is natuurlijk ook wel heel fris. Het vriest nu 's nachts ook weer wat. Maar het is niet zo zwaar als wat we hebben gehad. Maar je merkt het wel, straks scheen de zon, maar het is nu wel wat meer bewolkt. Gisteravond heb ik Married at First Sight gekeken, was wel weer heel erg leuk. Wel wat gezeur natuurlijk hier en daar, maar tot nu toe hebben de koppels het best wel leuk. Het nieuwe koppel is ook aangekondigd. En het voorstukje zei al, dat ja, die schoonmoeder vond ik een beetje pittig, maar dat gaan we wel zien. Ik heb gisteren ook met de groep gegamed. We gingen weer Fortnite doen. En we waren nu met 5 mensen. En dat was wel heel gezellig. Ik heb heel veel lol gehad. Ik heb bijna in mijn broek geplast van het lachen. Nou, zo'n avond was het dus. En het was gewoon wel heel grappig. Want omdat je dus niet met 5 mensen kunt spelen, gingen we eigenlijk een soort van stuivertje wisselen. Dus dan ging er weer even eentje uit en die kon dan weer een ander volgen. Dus dat was wel heel grappig. Alleen het laatste potje was jammer, want toen werd Nathalie eruit gegooid uit het spel. Dus dat was wel jammer. En toen was ik nog als enige over en toen heb ik het verprutst, want toen werden we tweede. Maar goed, we hebben wel heel veel lol gehad. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik heb de foto's bewerkt. Ik moet er nog wel een paar. Het is niet helemaal afgekomen. Ik heb de vlog verder in elkaar gezet, dus die is nu helemaal af. En toen ben ik de Watcher gaan kijken en Dr. Tinus. En daarna heb ik lekker mijn boek uitgelezen. Dus dat ging eigenlijk best wel... Best wel vlot. Ook wel jammer dat het boek uit is. Maar ik heb er wel heel erg van genoten. Dus vanavond kan ik weer een nieuwe uitzoeken. Ik heb voor jullie eventjes gefilmd hoe ik Splatoon speel. Als het om gamen gaat. Gamen is de laatste jaar, eigenlijk de laatste 2 jaar sinds ik mijn Switch heb, best wel weer een ding geworden in mijn leven. Vroeger speelde ik best wel veel op de PSP of de... gewoon op de... Nintendo, hoe heette dat ding ook? DS. Heb ik ook wel veel op gespeeld. Toen ik nog samen was met iemand die had een PlayStation, daar heb ik ook wel eens een spel op gespeeld. Maar ja, daarna is het eigenlijk allemaal een beetje in een vergetelheid geraakt, want de PlayStation ging natuurlijk mee toen we uit elkaar gingen. Nintendo DS kwamen geen spellen eigenlijk meer vooruit en dat geldde voor de PSP, of gold voor de PSP eigenlijk ook. Sinds ik de Switch heb is het wel weer echt een ding. Maar ik heb het best wel vaak over Splatoon gehad. Dus ik dacht, misschien is het gewoon leuk om jullie een keer te laten zien hoe je dat speelt. Dus ik heb dat voor jullie gefilmd. Dat ga ik jullie laten zien. Mocht je dat nou absoluut niet interesseren, kun je dat natuurlijk gewoon doorspoelen. Maar misschien zijn er wel mensen die het ook leuk vinden om games te spelen. En gewoon eens leuk vinden om te zien hoe je zo'n spelletje dus doet. Maar goed, dat laat ik aan jezelf over. Vind je het niet interessant, spoel je het lekker door. En anders ga je er gewoon, als je het leuk vindt, naar kijken. Ik ga in ieder geval even schoonmaken en daarna nog even in mijn bullet journal aan de gang. Dus tijd om muziek aan te zetten en aan de gang te gaan. Thank you.
Zo, het huis is inmiddels weer lekker schoon. Ik heb alles weer eventjes grondig gedaan. De boeken zijn er ook weer even af geweest. Dat is wel lekker. Ik heb nog even lekker in mijn mus gewerkt. Dat was ook wel even fijn. En ja, gewoon even het een en het ander ook weer opgeruimd. Dus ja, ik ben eigenlijk wel weer blij. Katten hebben het lekker eten gehad. Het begint nu wel weer wat frisser te worden. Ik heb de kleden weer even gewassen. Dat is ook wel altijd wel eventjes lekker fris. Ik heb de krab al helemaal aan de kant gehad. Daar heb ik helemaal goed stof gezogen en gedweld. Dus ja, wel lekker eventjes allemaal. Dus ja, ik ben wel weer tevreden. Vanavond, nou, ik ga straks lekker douchen en eten. En dan heb je vanavond weer Married at First Sight. Dus dat ga ik wel weer kijken. Ik moet natuurlijk nog even die foto's afmaken. Ik wil eigenlijk nog even een potje Fortnite doen. Want ik wil eigenlijk even wat hoger komen in levels. Dus dat ga ik wel eventjes nog doen, denk ik. Dan ga ik de vlog uploaden en nog even een thumbnail maken en de blogpost schrijven. Dan ga ik weer verder met The Watcher, Dr. Tinus. En dan moet ik dus nog een nieuw boek uitzoeken om te gaan lezen. Dus dat wordt het ook. Ik heb al wel vast kleren vanmorgen gepakt. Ik weet nog niet hoe laat mijn coach komt, maar dat hoor ik vanzelf. In ieder geval, het was wel lekker een productief middagje. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb verder toch niet zo heel veel te vermelden. Dus ja, ik denk dat dat gewoon wel even lekker is. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 19 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het weer koud, dus ik ril een beetje. Ik zit een beetje naar voren, want ik heb hier twee poesjes. Die liggen hier te slapen op de kleden. Dus ja, die kan ik er ook nog niet afhalen. Maar het is wel echt freaking koud weer. Ik heb nou voor het eerst ook echt lange mouwen onder een blazer aangetrokken. En normaal doe ik dat niet, want ik heb dus... Ik ben iemand die zweet gewoon heel snel. En ja, ik kan daar niet zo heel veel aan doen. Ik heb daar dus ook al best wel speciale deo voor. Maar ja, desondanks heb ik daar gewoon last van. Dus normaal gesproken doe ik dus nooit lange mouwen onder een vestje of wat dan ook aan. Maar ja, ik dacht nu... ik ga het toch doen, want dit shirtje heeft eigenlijk een beetje van die mouwen die dus... Ik weet niet of ik het kan laten zien. Kijk, die zijn een beetje ja, van kant lijkt het, doorzichtig in ieder geval. Dus het is veel te koud om dit zo aan te trekken. Dus ik dacht, nou, ik doe er gewoon een laser overheen aan. Gisteravond heb ik weer Married at First Sight gekeken en ik was echt een beetje verbaasd. Er staat nu weer een koppel op het punt om te gaan trouwen. En deze moeder, die schoonmoeder van deze... Of de moeder van deze vrouw, dus de schoonmoeder van deze man... Die ging allemaal vragen aan hem stellen. En ik dacht echt, hoe dan? Waarom doe jij zo? Ik vond het echt zo... als hij dan een antwoord gaf wat niet bij die dochter past, fout! Dan dacht ik echt, nou, dat zou je schoonmoeder maar weten. Ging ook gelijk zo... de vader van de bruid die was voor Feyenoord. Dus als de man voor Ajax zou zijn, dan zou er echt wel even een gesprek uit moeten komen. En toen dacht ik echt, laat iedereen nu zijn waarde, joh. Ja, oké, okay. Feyenoord Ajax, dat zijn wel echt grote concurrenten. Maar ja, om daar nou zo'n drama over te maken, ik vond het een beetje overdreven. Maar goed, het was verder wel weer leuk. Ik heb eventjes nog Fortnite gedaan. Ging niet super lekker, maar nou ja, ik ben wel weer wat levels omhoog. Dus dat is altijd wel fijn. Er waren nieuwe quests, maar die zijn best wel moeilijk. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik had even die laatste foto's bewerkt. Toen heb ik de vlog geüpload en de thumbnail gemaakt. Ik ben ook alweer bezig met een nieuw persbericht voor Essence. Dat is dan weer de nieuwe collectie die in het vaste assortiment komt. Dus daar ben ik ook al mee aan de gang. Dat is op zich best wel een productief avondje. Daarna heb ik The Watcher gekeken en Dr. Tinus. Ik had trouwens ook een klein beetje sneeuw gehad. Gisteravond laat was er een heel klein beetje sneeuw. Maar het was ook heel snel weer weg, want het was natte sneeuw. Maar het bleef een heel klein laagje van liggen. Als het goed is, en dat zal ik eens even nakijken, worden er... Wel weer buien voorspeld. Even kijken hoor. Wat hij nu aangeeft. Ja, morgen 50% kans. Maar nou ja, we gaan het wel zien. Nou ja, het is dus donderdag. Dus dat is boodschappendag. Ik weet nog niet hoe laat mijn coach is. Dus ik ga zo gewoon even stofzuigen en de bak scheppen. En dan ga ik gewoon even nog wat dingetjes doen. En dan hoor ik vanzelf hoe laat zij er is. Dus het is nog heel eventjes afwachten.
Maar dan kan ik mezelf in ieder geval hopelijk een beetje opwarmen. Want ja, die kou die is wel nog aanwezig. Ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben. En ik denk dat ik jullie nog wel eventjes probeer mee te nemen als ik ga boodschappen doen. Dus ja, dat is het eventjes voor nu. Zo, terug van de boodschappen. Ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Dubbel fris. Dat is 1 plus 1 bij de boni. Die. En die. Dan heb ik super crunchfrietjes. Ga ik vanavond lekker eten. Hamburgers. Aardappelschijfjes. Chocomel. Daar baalde ik van. Die had ik net bij de boni gekocht. Toen kwam ik bij de Lidl. Daar was die weer 2,66. Dus... ja, de prijzen zijn zo aan het dalen. De prijzen zijn zo aan het verspreiden. Ik heb de Fluriel weer gekocht. Die was nu 4 euro voor een fles. Ik heb voor gekleurd en voor de zwarte was. En een fles Rivella. En dit hele leuke blik was nu vet afgeprijsd bij de Aldi. Dus die heb ik gekocht. Er zit nog een kleintje in van Mickey. Leuk bij de roze keuken. Dus die... volgende tas. Oh. Krantje even eruit halen. Hamburgertjes voor straks. Boontjes waren ook in de aanbieding. Weer eventjes vochtig toiletpapier. Is altijd fijn om te hebben. De hagelslag was 2 voor 3,50. Dus ik heb de ruiters 2 keer 4. Flesje cola. De XXL schnitzels kan ik zondag weer eten. Ik heb 2 keer de spekjes meegenomen, want die waren nu afgeprijsd met de Lidl app. Die stonden dan weer dat activeren. Nog een set met sokken. Kijk, ook leuk weer met lipstiftjes erop, want ik zit een beetje schaars in de sokken. En ik heb nog een setje met hondjes. Nou, daar was die nog. Wattenschijfjes, koffiemelk en als laatste haricot verts. Dus dat waren alle boodschappen. Ik ga dit nu even opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. We hebben even wat dingen geregeld. Even wat afspraken gemaakt. Volgende week ga ik naar de dokter. Voor mijn rug, maar ook even voor de medicatieafspraak. Want ik heb gewoon heel erg last van mijn rug. En ja, ik slaap er al een paar dagen heel slecht door. Dus dat ga ik eventjes doen. Nou ja, gewoon even wat dingetjes weer op de planning gezet. Even gekeken naar de energie, maar die wilde ik bellen en die waren al gesloten. Dus die moet ik morgen zelf even bellen en moet ik even wat vragen over stellen. Want ze hebben een nieuw aanbod klaargezet en ja, dat paste niet helemaal bij mijn bestedingsruimte, zeg maar. Dus daar ga ik morgen even over bellen. Ik ga nu eventjes opruimen, lekker relaxen en straks lekker warm douchen. En vanavond kijk ik meester Frank Visser. Ik wil sowieso nog even Fortnite doen en ja, misschien dat ik nog wat ga terugkijken. Moet maar eventjes zien. Verder ga ik mijn foto's bewerken. De laatste aflevering van The Watcher kijken en weer Dr. Tinus, dus dat wordt het ook. Ik ga jullie ook gewoon al morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Ik had trouwens ook nog batterijen gekocht, want dan kan ik de klok weer activeren. Dus dat is ook wel weer heel fijn. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 20 januari. Ik ben klaargemaakt, weer wat nieuwe make-up uitgetest. Vind ik altijd wel lekker. Ik heb ook een flinke buisje op mijn wang. Dus ik hoop dat die binnenkort even snel rijp is, zodat die weg kan. Ik heb gisteravond naar meester Frank Visser gekeken. Op zich ook wel weer treurig hoor. Het waren 2 buren, die hadden gezeur met elkaar. Die waren al een keer bij meester Riet geweest. Dat is dus de rijdende rechter. Die zit volgens mij op NPO.
Daar is toen al een uitspraak in geweest. Dat was inmiddels een jaar of 5 geleden. Nou, nu was er weer gedoe. Dus nu mocht meester Visser aantreden. De ene vrouw van de buurman die lag in het ziekenhuis. Die kon bij de opname zelf niet bij zijn. Die is kort daarna ook overleden. Stond aan het einde toen de uitzending was afgelopen. Maar wel treurig hoor. Dan heb je al een keer een rechter gehad. En dan moet je weer iemand erbij hebben. Dus ja, ik vond het best wel een beetje treurig. Maar goed, het is allemaal weer uitgesproken. En ze weten nu in ieder geval weer wat de uitspraak is. Ik heb daarna nog even Fortnite gedaan. Ging niet super goed, maar op zich mocht ik niet klagen. Ik ben weer wat levels omhoog gegaan. Ik heb lekker de foto's bewerkt. Moet er geloof ik nog maar eentje. Want die stond op de harde schijf. Die had ik op dat moment niet bij de hand. En ik zat te warm onder mijn kleedje om weer te gaan lopen. Ik heb mijn Netflix-serie uitgekeken, The Watcher. Klein beetje teleurgesteld was ik wel. Maar ik had ergens ook wel verwacht hoe het zou uitkomen nu. Dus, nou ja, goed. Ik ben wel blij dat ik hem uiteindelijk toch heb afgekeken. Dus ik mag vanavond weer iets nieuws uitzoeken. En daarna heb ik Dr. Tinus gekeken. Vanaf vandaag staat ook The Price of Glee online. Ik kan deze zelf niet bekijken, want het is bij Discovery Plus. En daar moet je ook weer een abonnement op hebben. Dus ik hoop dat die ergens nog een keer uitgezonden kan worden. Of dat ik hem via internet kan zien. Leek mij wel heel interessant. Het gaat over de serie Glee. Voor mensen die deze serie niet kennen. Glee was een serie op een school waarin ze een muziekgroep startten. En daar zongen ze dus allemaal liedjes van bekende mensen. Het was ook Amerikaans. Maar er heerst natuurlijk best wel een smet op Glee. Omdat een van de hoofdrolspelers op een gegeven moment zelfmoord heeft gepleegd. En eigenlijk heeft de maker ook gezegd van eigenlijk had ik de serie daarna moeten stoppen. En had ik niet meer moeten vragen of de ander alsjeblieft, nog mee wilde doen. Het bijzondere vind ik wel dat degene die Glee gemaakt heeft ook de maker is van de serie Dahmer. Nou, dat zijn wel even twee hele verschillende series. Maar goed, er wordt dus meer uit de doeken gedaan in deze documentaire. En ik ben zelf gewoon heel erg benieuwd hiernaar. Dus ik hoop dat ik hem gewoon een keer via internet of zo kan terugzien. Er was nog iets wat ik wilde zeggen. Oh ja, eventjes over de ballen die ik had opgehangen natuurlijk. De lichtballen. Ik kreeg van jullie heel veel reacties dat het inderdaad er niet zo heel mooi uitzag hoe het er nu bij hangt. Klopt, ben ik helemaal mee eens. Ik wil het nog gaan verhangen. Ik hoop eigenlijk dat ik dat morgen even kan doen. Maar ik weet dus niet zo goed. Ik heb er wel idee bij, maar ik weet niet of me dat gaat lukken. Want dan moet ik verboren en ik weet niet of ik door die muur heen kom. Ik kan ze niet in het raam ophangen, want daar zit ik. Daar hangen natuurlijk al. Mijn rolgordijn hangt daar, dus hij kan niet in het kozijn zelf. Maar goed, daar ga ik nog even naar kijken. Maar inderdaad, ik ben het er helemaal mee eens. Het ziet er op dit moment niet zo heel mooi uit. En daar ben ik me heel erg van bewust. Dus ik hoop daar morgen even naar te gaan kijken of van de week. Even kijken hoe ver ik kom. Ik ga nu in ieder geval de slaapkamer doen. Ik ga jullie meenemen. Tijd om even weer lekker alles schoon te maken en mijn bed lekker te verschonen. Dus daar heb ik wel zin in. Dus ik ga eventjes hier eerst even scheppen en stofzuigen. En dan gaan we aan de gang. Dus ja, dat wordt het.
Oh, ik zit. Ik ben klaar. Ik zie wel dat, dat er iets met mijn nagel is, wat niet heel erg lekker gaat. Moet ik even kijken met daglicht, want het is nu natuurlijk al een beetje donker. Maar ik heb het weer lekker klaar. Dat voelt wel heel fijn. Mijn rug vond het niet zo leuk, deze klus. Want ik voel hem nu nog wel weer echt heel extreem. Met het bed ging dat weer niet even lekker. Maar op zich, ja, het was wel weer heel fijn om even alles schoon te maken. Ik was een openkleutje kwijt. Die heb ik helaas niet gevonden. Had ik wel gehoopt. Waar ik dat ding heb gelaten, Joost mag het weten. Maar goed, moet ik nog maar even naar zoeken dan. Ik ben in ieder geval wel weer heel blij dat het weer klaar is. En dat ik vannacht lekker, of vanavond lekker in een schoon bedje stap. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik dingen terugkijken. Even down the road en het huis, mijn huis op orde. Want er is verder niet zo heel veel wat mij interesseert. Op tv zelf. Het is nog even wachten op Flikker Maastricht. 17 februari start dat weer als het goed is. Dus daar heb ik wel weer heel zin in. Maar dat duurt dus nog eventjes. Ik wil sowieso nog wel eventjes kijken of ik nog iets kan doen bij het Fortnite. Ik wil eventjes, moet eventjes mijn video in elkaar zetten. Ik moet mijn blogpost schrijven. Ik ga een nieuwe serie uitzoeken op Netflix, maar ik weet dus nog niet wat. En even kijken of Videoland nog iets leuks te bieden heeft. Dus dat wordt eigenlijk verder ook de planning, dus niet heel spectaculair. Maar goed, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu echt eventjes nog wat drinken en eventjes lekker bijkomen. Want ik merk echt dat ik nu best wel moe ben. Het was intens, maar wel fijn dat het klaar is. Dus goed, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 21 januari. Ik ben klaargemaakt en het is best wel fris. Ik weet niet hoeveel graden het is. Ik ga even kijken voor jullie. 1 graad. Het is ook mistig. Nou, ik had mistiger verwacht, maar het valt me nog wel mee. Maar je ziet inderdaad wel dat het een beetje bewolkt is. En dat is ook prima. Hoort bij de tijd van het jaar. Ik heb gisteravond programma's teruggekeken. Ik heb allereerst even Down the Road teruggekeken. Dat was alweer heel schattig. Ik had in het begin, toen ik hoorde dat Gordon dit ging presenteren, een beetje mijn twijfels van, joh, is hij de juiste persoon hiervoor? Want ja, als je Gordon kent, hij houdt van een grapje. Soms gaan de grapjes best wel ver, het moet je humor zijn. Dus ik dacht, ja, als hij dat ook steeds bij die mensen gaat doen, ik weet niet in hoeverre die mensen dat begrijpen, maar het gaat echt super goed. Hij doet het echt super leuk. Ik heb een beetje last van mijn ogen, dus als je me ziet tranen, dan komt het daardoor. Gaat eigenlijk gewoon super leuk en ja, hij maakt zeker wel een grapje, maar de grapjes gaan niet te ver. Die mensen zien het ook echt wel omlachen. Je ziet ook echt dat ze heel blij zijn dat ze Gordon zien. En ja, het is gewoon super schattig. Hij heeft ook echt wel serieuze gesprekken met ze. Dus wat dat betreft doet hij het echt wel super goed. Maar was wel weer heel erg leuk. Ze moesten een Franse krant gaan kopen. Of een Franse krant. Nee, ze moesten een krant van die dag gaan kopen. Alleen ze waren al wel in een gedeelte waar men Frans sprak. Dus ze hadden al wel gezegd, een krant is un journal. Maar dat vergaten ze dan soms weer. En dan ja, is het wel leuk om te zien hoe ze dan omgaan met het kopen van zoiets. Van hoe ga je dat dan weer oplossen. En dat deden ze best wel heel erg goed. Dus dat was wel heel leuk. Daarna heb ik even je huis op orde teruggekeken. Dat was ook wel heel erg leuk. Ik vond het eindresultaat echt heel mooi geworden. Ik vind het altijd wel knap hoor. Dat die mensen altijd heel veel spullen weg kunnen gooien. Soms zie je ze ook echt wel twijfelen van, oh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar uiteindelijk ging dat echt wel super goed. Dus dat was super, super leuk ook. Ik heb de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Ik heb een nieuwe Netflix-serie gestart. Het is De Serpent geworden. Dat gaat ook over de seriemoordenaar. Maar het is veel minder luguber als bijvoorbeeld Dahmer. Het is ook waar gebeurd. Deze man is niet zo lang geleden ook letterlijk vrijgekomen. Deze man is inmiddels 78. En omdat ze in het land waar hij vast zat, was dat de leeftijd dat hij vrijgelaten moest worden. Dus ja, het was eigenlijk, het is best wel interessant om te zien. En je ziet de moorden eigenlijk ook niet echt. Maar net wat ik zeg, het is veel minder luguber als, als Dahmer. Dus ja, ik vond het wel een geslaagde serie. En op Videoland ben ik begonnen met Angela Black. En het is eigenlijk wel heel grappig. Het was een serie die ik eigenlijk heel graag had willen zien. Hij is toen op Nederland 3 uitgezonden geweest, maar toen wist ik eigenlijk niet dat het er was. En toen ik erachter kwam, toen waren ze al zover in de aflevering dat ik dacht, nou laat maar. En hij stond dus nu op Videoland.
Hele goede serie ook, de eerste aflevering al. Het grappige is, zit een Nederlands tintje aan, want Michiel Huisman zit erin. En ik zat op een gegeven moment te kijken. Ik denk, goh, jij lijkt wel op Michiel Huisman. Maar of je het nou ben, ja of nee, weet ik niet. Toen heb ik het even opgezocht en hij was het. Ook wel echt een hele, hele goede serie. Vandaag de planning. Ik wil dus even gaan kijken of ik de ballen kan verhangen. Ik moet daarvoor wel gaten boren en ik ben een beetje bang dat dat niet gaat lukken. Maar omdat ik door de buitenmuur moet, maar wie niet waagt, wie niet wint. Dus dat wil ik eventjes doen. Ik wil even de Nintendo spelletjes in een case gaan stoppen, zodat alles lekker bij elkaar zit. Ik heb van de week de klok nog verhangen, dat heb ik ook nog gevlogd. En ik wil eigenlijk even naar de deur kijken, want dat is wel echt een doorn in mijn oog. Dus dat zijn de klusjes. Ik heb nog een pakketje binnengekregen, die ga ik eventjes met jullie openmaken. En daarna ga ik eventjes lekker aan de gang. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan ga ik later op de middag ga ik nog eventjes in mijn blog en YouTube-boek aan de gang. Dus dat is voor nu de planning, maar eerst even het pakketje. Ik heb een pakketje op knutselgebied. Heb ik iets namelijk. Ik heb daarvoor iets besteld. Ik wil me toch wat meer bezig gaan houden met zelf kaartjes maken. Ik kreeg het al heel vaak in de vlog te horen. Waarom maak je eigenlijk je kaartjes niet zelf? Want je hebt heel veel spullen ervoor. Klopt, maar de inspiratie miste een beetje. Nu heb ik heel veel inspiratie ineens. En ik zag dat heel veel mensen kaarten ook maken met een cirkel. Dat zag er eigenlijk heel, heel tof uit. En dan kun je dus heel makkelijk natuurlijk zelf een cirkel knippen. Alleen mijn fijne motoriek is niet al te best. Dus knippen kan ik niet zo heel goed. En helemaal niet als het rond moet en heel netjes. Het is een probleem waar ik echt al last van heb sinds dat ik op de kleuterschool zat. Mijn fijne motoriek is gewoon niet al te best. Maar wat zag ik nu? Je kunt dus cirkels kopen. Dus ik heb een setje met cirkels gekocht. Dit zijn de Mask Collection, de Moon Collection is dit. Dit zijn dus cirkeltjes en die kun je dus gebruiken met stempels, maar ook met stiften en dat soort dingen. Dus ik heb een setje gekocht. Het is van het merk Tim Hofs. En je krijgt hier dus een aantal cirkels. Ik zal het er even uithalen. Je hebt hier bijvoorbeeld een grote. Het is dan met een maan, zeg maar. Het is allemaal maangericht. Dus dat is deze. Dan heb je zo'n eentje. Ook heel leuk. Maar je krijgt dus ook zo'n cirkel. En dat lijkt me gewoon echt super handig. Want het is gewoon een cirkel. Je kunt hem hergebruiken. En daar kun je dus dan overheen stempelen. Je krijgt ook nog een kleinere. Dan hebben we nog een hele grote met de maan. En hier, deze kun je dus ook gebruiken om hier dus in te gaan stempelen. Hè? Dus hier kun je dus in stempelen. En we hebben nog een heel groot rondje. Dus dat leek me super handig om te gaan gebruiken bij het maken van kaartjes. Ik ga daar binnenkort mee beginnen. Gewoon dat ik eens wat kaartjes heb liggen. Dus dat zal ik dan ook gewoon in de vlogs wel gaan doen. Of je moet zeggen, joh, maak eens van dit hele setje een losse video. Kan dat natuurlijk ook, mocht je dat leuk vinden. Ze waren best wel moeilijk te krijgen, maar ik heb ze uiteindelijk gevonden bij een hobbyzaakje. Hobbywerken. En ik heb ze donderdag besteld. En ze zouden eerst maandag bezorgd worden, maar ze waren er nu al. Ben ik wel heel blij mee. Ze waren ook niet eens zo heel erg duur. Dus hier kun je best wel weer wat dingetjes mee doen. Dat heb ik besteld. Goed, daar ben ik blij mee. Ik ga de boor pakken en dan ga ik proberen gaten te boren. Thank you.
alle spelletjes bij elkaar. Ik heb er dan nog één, maar die zit eigenlijk standaard in de Switch. Maar zo kan ik ze makkelijk bij elkaar pakken. Dan hoef ik ze niet eens uit de doosje te halen. Dus ik vind dat echt top. Dan hebben we hier de klok. Die weer hangt helemaal goed zo. Ja, de ballen die hangen ook. Dit was bloed, zweet en tranen. Ik wil dat het er leuk uitziet nu als ik ze aandoe. Heel voorzichtig. Kijk. Het ziet er wel heel leuk uit, maar ik zal zo even vertellen waarom dit echt een drama was. Nou, de deur, hij leek het te doen. Hij blijft soms nog wel een keer hangen. Kijk, ik kon hem nu gewoon wel dicht doen. Nou, nu gaat hij wel goed. Dus even op hoop van zegen. Dus ik hoop dat hij het blijft doen. En anders moet ik dit zo indrukken. En dan gaat hij op zich er wel weer uit, zeg maar. Zo, de laatste brokjes worden hier opgesmiekeld. Nou, het was een drama. Ik kwam dus niet door die muur heen met boren. Ik had een gat, maar daar kon dus nooit een plug in. Dus ik heb dat gat weer geprobeerd dicht te maken. Maar ik heb niet echt meer het juiste spul. Dus dat moet ik eigenlijk weer eventjes kopen, zodat ik het weer even goed kan dichtmaken. Kijk, als ik er nu voor sta, je ziet het heel lichtjes. Dus het is niet heel zwaar, omdat ik er echt wel wat spul heb ingedaan. En op zich stoort het me nu niet. Want ja, ik heb ook het gordijn, de rail hangt ervoor. Maar goed, ik had dus echt op een gegeven moment een heel klein gaatje. Er paste dus nooit een plug in. Plug klein geknipt. Heb ik al wel vaker gedaan. Nou, die paste, maar hij kwam er toch een beetje uit. Nou, toen heb ik een haakje in de plug gedraaid. Secondenlijm gepakt. Zit gelijk weer op mijn vingers natuurlijk. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Oh, laat Mickey dat even opeten. Secondenlijm in het gat gespoten. Secondenlijm om de plug gespoten. Plug erin geduwd. Poosje vastgehouden. Ja, secondenlijm droogt heel snel. Dat heb ik aan beide kanten gedaan. En nu zitten ze dus muurvast. En ik heb dus nu met touwtjes de... Gewoon met ja, losse touwtjes heb ik de... ballen opgehangen. Die heb ik natuurlijk heel goed vastgemaakt. Ik heb dan wel een knoop gemaakt voor de lengte. Maar anders was het gewoon bijna niet te doen. Dus het is uiteindelijk wel gelukt. Maar het viel mij echt tegen. En ik was hier al een beetje bang voor. Daarom was ik er eigenlijk vorige week niet aan begonnen. Ik vind het nu wel echt veel leuker hoor, hoe ze hangen. Daar ben ik het absoluut mee eens. Ik ben er nu ook echt wel tevreden mee. Maar dit was niet echt een klus die heel fijn is, zeg maar. Dat ga ik niet snel weer doen. Omdat ik er eigenlijk al wel bang voor was dat ik niet door die muur heen zou komen. Ik denk, ja, met een spijkertje, dat zie ik ook niet echt zitten om dat te gaan doen. Maar goed, het hangt voor nu. Ik hoop dat het blijft hangen. Ik hoop niet dat het los gaat schieten. Kijk, anders zou ik altijd nog een keer met van die Tesla-spijkers kunnen gaan werken. Die werken vaak wel. Maar die kun je alleen bij de bouwmarkt kopen. En daar kom ik natuurlijk niet heel veel. Maar voor nu vind ik het prima. Ik heb ze, ja, ze hangen redelijk gelijk. En ik wilde ook gewoon heel voorzichtig doen. Want ik denk, ja, het is nu toch met lijm gedaan. Dus ik hoop gewoon dat het het volhoudt. Maar goed, dat moeten we maar gaan zien. Ja, blij dat voor de rest de klusjes ook klaar zijn. Die deur, dat is nog wel weer eventjes een tegenvallen dat niet helemaal lekker gaat. Maar oké, daar moet ik maar eventjes naar kijken. En gewoon even voorzichtig doen in de hoop dat ik het anders nog een keertje kan nakijken. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Vanavond kijk ik weer Weet ik Veel. Nathie had gevraagd om nog te gamen. Maar omdat ik graag Weet ik Veel wil kijken, werd dat een beetje lastig. Maar misschien dat we daarna nog heel even een potje kunnen doen. Maar dan moeten we maar eventjes kijken. Nou ja, ik ga sowieso zelf wel eventjes gamen. Of dat wel met Nathie is of niet, dat zie ik dan wel. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En dan ga ik vanavond weer verder met de serpent. En ook weer een aflevering van Angela Black kijken. En straks even lekker warm douchen en eten. Want ik heb het alweer koud. Dus ja, dat is verder de planning. Dus nu ga ik even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ja, ik heb verder toch niks meer te melden. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 22 januari. Ik zit lekker eventjes op de bank. Zometeen begint de klassieker. Feyenoord Ajax. Ajax speelt uit. Loopt 5 punten achter op Feyenoord. Feyenoord staat momenteel 1. Heb ik er veel vertrouwen in? Ik weet het niet. Ik vind hem lastig. Ik zie Ronald de Boer inmiddels staan.
Die komt daar gewoon kijken, want die heeft natuurlijk niks meer met Feyenoord van doen. Ajax vind ik de laatste weken niet echt heel goed. Is gewoon niet op het niveau wat we van Ajax gewend zijn. Ik denk ook echt wel dat het tijd is voor een nieuwe trainer. Maar ja, wie ga je er neerzetten? Ik vind niet dat hij het waarmaakt. Het is ook best wel triest als je ziet hoe de Kuip erbij staat. Het is helemaal afgezet met netten. Ik hoorde net dat dat heel veel geld heeft gekost. Maar het is toch wel triest als een burgemeester het besluit moet nemen om te zeggen, oké, ik ga de boel afzetten, omdat er gewoon te veel gezeik is. En we hebben niet eens Ajax supporters, het zijn alleen Feyenoord supporters. Dus je zet eigenlijk gewoon de hele Kuip af voor je supporters van de ploeg, van de thuisploeg. Dat is eigenlijk best wel triest. Berghuis is terug, die heeft voorheen bij Feyenoord gespeeld, heeft de overstap naar Ajax gemaakt, is een tijdje ziek geweest, heeft een heftige griep gehad. Die is nu vandaag weer terug, dus ik verwacht zeker het een en ander aan gezeur, omdat ik wel denk dat hij uitgejouwd zou worden, want ja, overstappen naar de aartsrivaal, dat zet nooit goede punten. Maar we gaan het zien. Gisteravond heb ik weet ik veel gespeeld, was wel weer heel leuk. Ik vond het wel een stukje moeilijker als twee afleveringen terug. Of eigenlijk de afgelopen twee afleveringen. Ik was ook niet helemaal tevreden, maar oké, het was wel weer leuk om mee te doen. Daarna heb ik gevraagd aan Nathalie of ze nog een potje wilde spelen. En dat wilde ze toch wel. Ze maakte even haar spelletje af. En toen hebben we eventjes nog twee potjes samen gespeeld. En daarna kwamen de jongens er ook nog bij. Toen waren we weer met vier. Toen hebben we nog een paar potjes gedaan. Toen heb ik de vlog even in elkaar gezet. Voor het grootste gedeelte. Toen ben ik de Serpenter gaan kijken. Heel spannend. En daarna weer Angela Black. En het leuke is, ik had iets heel anders in mijn hoofd bij deze serie. En het is dus eigenlijk heel anders dan wat ik in mijn hoofd had. Maar het is wel super spannend. Het is wel echt een aanrader om te kijken. Tenminste, ik vind hem wel heel mooi. Ik heb een boek uitgelezen. Ik ben inmiddels ook alweer met een nieuw boek gestart. Dus wat dat betreft een prima avondje. Ik ga even stofzuigen. De bakken scheppen. De groenten afhalen. Ik ga wel even foto's maken. Maar ik ga gewoon zo ook lekker zitten voor de wedstrijd. Want ik ben heel erg benieuwd. Ik zal straks de fotospullen laten zien. Maar ik ga nu eerst eventjes mijn eigen dingetjes doen. En genieten van de wedstrijd. Dus dat is de planning. De fotospulletjes. Ik heb hier een pak van Max & Mor. Met allemaal oogpotloodjes. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hoe die gaan staan. Dus die ga ik lekker proberen. Dan heb ik hier een gezichtsserum. Van de Skin Love and Sensitive lijn van Essence. En ik heb hier de Better Than Fake Lip Volume Lip Gloss. Ik heb hier de 030 Lifting Nude. Dit is de Volumizing Rose 040. We hebben ook de 010 Maximum Glow. 020 Dazzling Apricot. En we hebben de 050 Plumping Pink. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. De wedstrijd gaat echt drama. Want Ajax staat al met 0-1 achter. Dus ik hoop dat de tweede, tweede helft wat beter gaat. Maar ik ben er een beetje bang voor. Want Ajax is echt heel slecht. Nou ja, de wedstrijd is net afgelopen. Gelijkspel. Ik ben tevreden, want het zag er niet naar uit dat het anders ging worden. Ik was al heel erg bang van Feyenoord gaat dit winnen. Nou ja, toen kwam er toch nog een goal binnen van Ajax. Toen had ik zoiets van, oké, maak er nog eentje bij. Ze hebben echt nog wel voor gestreden. Ging er niet in. Ik ben dan, als er dan toch een stand moet komen en Ajax kan het niet winnen, dan vind ik gelijkspel op zich dan prima. Er werd op een gegeven moment, er zijn veel kaarten gevallen. Er werd toch wel weer rot gespeeld. Maar goed, ik kan leven met een gelijkspel. Aantal punten blijft dus gelijk. Dus Ajax moet echt flink aan de bak volgende week. Maar ik weet niet tegen wie ze moeten. Ik weet dat Feyenoord PSV nog krijgt. En ik heb het idee dat Feyenoord misschien een makkelijkere een beetje heeft gehad. En dat Ajax al wat meer de moeilijkere heeft gehad. Maar goed, de wedstrijd is afgelopen. De katten hebben net lekker eten gehad. Ik heb de foto's weer gemaakt. Ik had nog even een handwasje erin gedaan. Die is ook klaar. Dus prima. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik heb ook flink zitten schreeuwen hier. Dat gebeurt als ik Ajax kijk. Dan zit ik vol in die wedstrijd en dan begin ik te gillen.
Dan ga ik straks lekker eten als ik heb gedoucht. Vanavond wil ik sowieso nog even een Mortensee terugkijken. Misschien nog wat anders. Moet ik even kijken of er nog wat is. Ik wil sowieso nog eventjes gamen. En je hebt vanavond ook gewoon Steegman op de bres. En mijn nagels moeten gedaan worden. Dus dat is de planning. Ik ga wel weer kijken naar de Serpenter. En vandaag weer naar Dr. Tinus. Dus dat is ook wel leuk. En vanavond ga ik lekker mijn boek lezen. Dus op zich dikke prima. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik vind het voor nu wel eventjes mooi geweest. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag, het is 23 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het zoals altijd ijskoud. Want het is nu ook echt wel koud. Hoeveel graden is het? Altijd even leuk om te weten. Althans, wat heb ik nou weer lopen doen? Oh, het is alweer goed. Het is hier 4 graden. Het is zwaar bewolkt, dat klopt wel. Dus ik heb wat laagjes aan. Ik heb een truitje met lange mouwen en daaroverheen een vestje en lekker weer een broek. Ik heb gisteravond moorddossier gekeken. Dat was met de parachutemoord. Deed me een beetje denken aan GTST. Dit was een mevrouw. Zij sprong al jaren parachute. Het was echt haar grote hobby, dus ze wist ook echt wel wat ze deed. Maar haar parachute die was gesaboteerd, dus er waren dingen doorgeknipt en dat soort dingen. Ja, dus zij heeft haar parachute niet uit kunnen krijgen. Haar noodparachute ging niet uit. Dus ja, overleden natuurlijk. Want als je zo'n val maakt, dan overleef je niet. Uiteindelijk konden ze eigenlijk ook niet echt het bewijs rondkrijgen. Maar ze hadden wel iemand op het oog die het gedaan zou moeten hebben. Het was in België. Ze werd dus voor de Belgische staat berecht. En dat werd dus door een jury gedaan. Ondanks dat er eigenlijk geen bewijs was, kreeg ze 30 jaar cel. Maar ja, ik vond het verder wel interessant. Ik heb mijn nagels gedaan. Deze. Dat is deze van Max Factor, de Nailfinity. In de kleur 240 Star It. Deze. En er zit een topcoat overheen. Dat is deze. Ik heb de foto's bewerkt. Heb daarna lekker weer de Serpent gekeken. Super spannend. En toen had ik weer Dr. Tinus, dus dat was het verder ook. Ik heb nog wel even gegamed, maar ging niet heel lekker. Dus, nou ja, goed. Maar verder wel een lekker avondje. Dus dat. Ik heb ook nog even Alberto gekeken. Steeg me op de bres. Dat was verder prima. Het is nu tijd om zo een was te gaan aanzetten. De kattenbak te doen en de douche en de gang. Want ja, ik moet gewoon weer even aan de poets. Dus ik ga hem even kwaad maken. Ik hoop dat ik het wat warmer krijg. Ik moet wel even naar buiten, want de bakken moeten geleegd. En er moet eventjes een kliko naar de weg. Dus dat moet ik wel eventjes gaan doen. Maar verder wordt het eigenlijk ja, gewoon eventjes lekker de standaard dingen. En ik moet nog even een was opvouwen. Dus ik ga je gewoon weer meenemen. Dus tijd om maar even aan de gang te gaan. Nou, ik ben klaar. Het ging op zich best wel vlot. De kattenbakken zijn schoon. Je kliko staat aan de weg. Ik heb in de douche eventjes geschuurd, want er zaten wat vieze plekken op de muur, zeg maar. Die heb ik helemaal weggeschuurd. Was opgevouwen. Ik had een was uit de droger gehaald. Die was dus blijkbaar niet helemaal goed droog geworden. Die had ik al voor de tweede keer gedraaid. Dus ik heb hem nu maar even uitgehangen. Want ja, ik denk, ik kan er wel weer in doen, maar ik weet niet of dat effect gaat hebben. Ik denk gewoon dat ik de verkeerde stand had gepakt. Dus ik moet gewoon even de andere stand pakken, want op deze stand wordt hij toch blijkbaar niet droog genoeg. Dus ik denk, nou, dan hang ik hem maar eventjes uit. Er is nu nog een was aan het draaien, dus als hij straks klaar is, kan ik die ook weer verwerken. Dus op zich eigenlijk best wel een lekker middagje zo. Eventjes gewoon even wat dingetjes gedaan, dat is wel heel fijn. Zometeen ga ik eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten.
Vanavond ga ik Nieuw Amsterdam kijken. Ik wil sowieso nog even gamen, maar ik moet dus een extra video in elkaar zetten voor morgen. En ik moet mijn blogpost schrijven. Dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkste dat dat lukt. Dan ga ik weer de Serpent kijken en ook gewoon weer Dr. Tinus. Dus ja, dat wordt het verder ook. Dus niet heel veel spectaculair of zo. Ik zeg wel dat mijn muis net gespuugd heeft. Ik moet even naar boven mijn keukenrol pakken, want dat heb ik hier niet meer. Dus dat moet ik zo eventjes opruimen. En dan hoop ik dat de was niet al te lang meer duurt, dat die dan klaar is. Ik ga jullie ook gewoon morgen weer zien, want ik heb verder toch niet heel veel meer te vertellen dan ja, wat ik al gedaan heb. Dus ik zou bij deze dan gewoon zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 24 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de verwarming even een tikkeltje aangedaan, want ik had het toch wel heel erg koud. En dat is altijd zo schattig, want kijk wat Mickey doet. Mickey gaat letterlijk hier op de verwarming liggen. Ik denk altijd, heb je het niet veel te warm, lieverd? Maar ja, als het echt heel warm krijgt, komt ze wel af. Maar ja, dat is dus de situatie als de verwarming aangaat. Ze gaat erop liggen. Nou, voor de rest heb ik eventjes Nieuw Amsterdam gekeken gisteravond. Het was weer een mooie uitzending. Volgens mij staat het laatste seizoen inmiddels ook online op Netflix. Want ik kreeg daar een melding van die app voor die programma's die ik heb gedownload. Je krijgt dus ook een melding zodra er een nieuw seizoen online komt. En ik kreeg dus laatst een melding dat het laatste seizoen online zou staan. Maar ja, omdat ik het nu al aan het kijken ben via gewoon van Net5, zeg maar. Houd dat er maar gewoon een beetje in. Al is het via Netflix natuurlijk wel lekkerder omdat je geen reclame hebt. Ik ben daarna nog even GTA gaan noemen. Het ging niet zo heel lekker. Ik heb een opdracht waar ik gewoon niet zo makkelijk uitkom. En heel soms als ik het niet snap, dan ga ik eventjes op YouTube kijken van joh, staan er, hoe doen andere mensen dat? Ja, dan hebben ze bijvoorbeeld iets heel makkelijks waardoor ze het gebruiken, waardoor ze met een bepaald wapen. En dan ga ik dus kijken van, oh ja, welk wapen is dat? Waar kan ik dat wapen vinden? Ligt die aan de hele andere kant van de kaart en daar weet ik dus dan niet te komen. Dus ik kwam er gewoon niet uit, dus ik ben er toen maar mee opgehouden. Ik heb de video in elkaar gezet die inmiddels online is gekomen. Ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik weer de Serpent gaan kijken. En ik heb er niet zo heel veel afleveringen meer van. Maar ik vind hem wel echt heel goed, deze serie. En daarna had ik Dr. Tinus. Ik ben ook met een kruik naar bed gegaan. Want ik had het echt zo koud. En ik had het zondagavond in bed al. Ik dacht, oh jongens, dit trek ik niet meer. Mijn benen en mijn voeten zijn dan zo koud. Dus ik heb lekker een kruik meegenomen. Dat was wel fijn. Lekker mijn boek gelezen. Dus dat was allemaal prima. Ik ga zo meteen een video opnemen. Het wordt een creatieve video. Ik ga zo even kijken wat ik precies wil doen. Want ik heb het nog niet helemaal helder voor mezelf. Ik moet even stofzuigen en de bakken scheppen. En daarna ga ik nog even diamond painting doen. Dus vandaag is dat de planning. Dus niet heel bijzonder, maar wel gewoon lekker. En ik moet eventjes mijn plantjes op de slaapkamer water geven. Want die zijn alweer een beetje droog. Maar dat komt natuurlijk omdat ik daar ook de verwarming aan heb staan. Eerder was ik altijd iemand, ik zette de verwarming in de slaapkamer nooit aan. Want ik vond het zo vies met slapen als het warm was. Maar tegenwoordig, ik trek het niet meer. Dus ik heb hem nu gewoon wel aanstaan. En als ik naar bed toe ga, dan staat hij toch altijd al. Ik zet hem sowieso een poosje voordat ik naar bed toe ga, de verwarming al zachter. Dus meestal dan is het alweer zo afgekoeld dat je van de warmte toch niks meer voelt. Goed, ik ga dat allemaal eventjes doen. En dan ja, kan ik mooi eventjes aan de slag.
Zo, de laatste brokken worden hier opgesmikkeld. Tijger is er al klaar mee. Die had een bakje al leeg. Dus nou, dat is allemaal top. Ik was alleen vergeten vlees uit de vriezer te halen. Dat was niet zo slim. Dus heb ik er even uitgehaald. En als het niet goed ontdooid wordt, dan moet ik het maar even ontdooien. Maar nou ja, het kan nog even. Ik eet nooit zo heel vroeg. Op zich wel lekker zo. Ik hoop dat de video goed is overgekomen. Ik vind het altijd een beetje spannend soms met creatieve video's. Maar ja, eigenlijk worden ze meestal wel goed ontvangen. Dus nou ja, goed. Misschien moet ik proberen daar ook mijn eigen zenuwen wat minder in, mijn eigen onzekerheden wat minder in te laten meespelen. Maar goed, ik denk dat het wel goed gelukt is. Maar ja, ik heb toch altijd dan een stukje onzekerheid daarin. Diamond paint ging ook wel lekker, dus dat is ook wel heel fijn. Ik heb het nog steeds niet heel erg warm. Ik had wel lange mouwen aan. Kijk, ik heb hier lange mouwen onder. Volgens mij zie je hem, als ik hem hier onderuit trek, beter. Kijk, zie je een stukje. Dus ja, ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Ik heb een onesie gepakt, dus dat is ook wel lekker. Die trek ik vanavond lekker aan. Dus lekker op de bak vanavond. GTST eindigde gisteravond heel spannend, dus ik ben heel benieuwd of het verder gaat. Married at First Sight natuurlijk weer. Ook wel weer spannend. Ik ga de vlog afmaken. Ik wil nog eventjes Fortnite spelen als het lukt. Ik heb het idee dat ik niet scherp ben. Klopt dat? Nou, was denk ik gezichtsbedrog. Dus nou, Fortnite wil ik nog eventjes proberen als dat lukt. Ik ga de vlog helemaal afmaken. Dan ga ik daarna nog even mijn foto's bewerken. Dan ga ik weer de Serpent kijken. En ook weer Dr. Tinus. En vanavond lekker mijn boek lezen. En weer met een kruikje naar bed. Want dat bevalt me toch wel heel erg goed. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen als je ook dat belletje nog eens aanzet. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!